Goedemiddag. Ja. Een buschauffeur van Connection is van een man kwartet hier gieselen op een industrieterrein op de Jouwer. De man kwam gewoon op zijn werk, doet er een schotje hebben, kwart en hij kwam twee malen met een vuurwapen op ma. De gieseling speelt hem van een man rond 4 uur aan. In deze loods wordt de chauffeur kwartet hier vasthouden. Wat er krek gebeurd is, is nog onduidelijk. Neffens tjoegens zou er 1 keer schetten wezen wanneer uit een auto het voortrijden. Twee oren malen binnen dan nog bij de loods en sjoegen de 48-jarige meewerker van Connection. Toen hij uit de auto kwam is hij al bedreigd met een wapen. Is hij meegenomen hier achter het pand in. En daar heeft hij even moeten wachten. Uiteindelijk zijn daar toen 2 voertuigen hard weggereden en ze hebben hem daar gewoon laten zitten. De chauffeur is net verwoende rekken. De gieseling en de shitpartij hadden nu al de gedachten te krijgen. Maar een ondergroense wietplantage die de plisje van de monfoen had in de loods. Een 44-jarige man uit Snits die 2 jaar brandstichten had in 3 flats is in hege beroep op een nij veroordeeld ta 8 jaar celstraf. Daarmee had het gerechtshof een jedere uitspraak van de rechtbank bevestigen. 2 jaar stutste de man containers in de portiek van 3 flats in de brand. De bewoners van 2 flats in de Wieklemmer Oost rekken daar terug insletten en moesten met heegwerkers van het balkon redden worden. Bij de 3e flat kon de brand blust worden. De veenkaarten in Friesland rieten terug de onhoudende droogte in te zakken. En daarom zullen er in mei mogelijk extra inspecties houden worden. Wetterskip Friesland heeft intussen al maatregels genomen in de droogte. Om het wetterpeil op niveau te houden, wordt er wetter vanuit de IJsselmaar de boezem in litten. Maar had het nog langer droog bleef, is dat net genoeg. Herinner benamen de veenkaden in de lege midden van Friesland gevaar. Als die droger worden, komen er meer skwarren in. Kan het wetter daarin sijpelen met het risico dat de kade verweekt en verscholen kan. En hoe gevaarlijk is dat? Als een kade lekt, dan beschermt het net meer het achterliggende gebiedje en het hegere pijl van de boezem. En zal dat gebied ook de boezempijl krijgen. En dat is net de bedoeling. De praktiekskwallen van PTC Plus in Oentjer giet naar alle gedachten dicht. Het is het gevolg van het net mooi dwaan van PTC Plus onder Dairy Campus in Ljouwert. De eigenaar van de praktiekskwallen denkt dat de nieuwe campus de volle studenten uit Oentjer wijloeken zal. Bovendat kan de skwallen net mooi profiteren van de 20 miljoen aan subsidie die de Dairy Campus krijgt. De ontwikkeling van die campus ging gewoon terug, zo zei de provincie. Het Gruchshof had een Ljouwter pooier 40 maanden cel op lijn. Hij hier seks met 2 famkes van 14 en 15 jaar. Die woonden als maatschappelijke stage in de prostitutie werkje. Voordat de Ljouwter ze met klanten in contact bracht, hier hij cel seks met de famkes. De rechtbank veroordeelde de man 2 jaar cel, maar vond hem net schuldig aan handel in vrouwen. Het Hof vindt dat er wel degelijk sprake is van mensenhandel. Hutterinster Mariska Kramer van Drachten liep het de dupe te worden van het startverbod dat Kenianen oplijn kregen haar bij de Marathon van Utrecht. Peerske man die zal Kramer de marathon rennen. Haar doel is om een nieuw persoonlijk record te halen, maar zonder de Keniaanse vrouwlie wordt dat dreig. Ik moet wel eerlijk zeggen dat de drive en de motivatie daar toch, ja, dat veroordeeld wordt. Dus je instelling normaal sprutsen die je haven om een oor achterna te zitten, dat element en die dimensie in de wedstrijd veroordeelt gewoon compleet. Omdat je het zien zelf moet rennen binnen. De Keniaan Maaien van de eigen Hutrenboen net maait van, omdat het discrimineerd worden zo bij de Marathon van Utrecht. Een Nederlandse winnaar kan meer dan 10.000 euro winnen, een buitenlander maar 100 euro. Leerlingen van het Dokkinga College in Dokkum hebben op speciale wijze een peerske groet gestuurd aan de slachtoffers van de ramp in Japan. Dat dienen ze met honderden ballonnen in de vorm van een Japanse vlaggen. Deze golvende massaballonnen met de Japanse vlaggen vaststellen. De squalering wil op goed vrede een boodschap van hopen en gelukje aan aan de troffen Japanners. De paasviering betekent voor ons aandacht voor God, voor de mensen. En die aandacht en die liefde willen we doorgeven. Dus ook al is het heel ver weg, we willen de kinderen bijbrengen met het feit dat we vanuit de paasgedachte denken aan andere mensen die het moeilijk hebben. De leerlingen hebben van de Tariedings en het oplitten een film gemaakt. Die wordt via Facebook en Hives naar Japan gestuurd. Het waren nog juni en vannacht is het nog lang warm. Het wordt minimaal 11 graden. Morgen is de temperatuur nog weer wat heger als juni. Tussen de 23 en de 27 graden. En we krijgen een warm peerske weekend met gemiddeld zo'n 24 graden. Dit weer juni met het kwartenijs. Aanstom 6 uur bij we er weer met meer en oornijs. Graag ontaanst.